Stel, je staat in het midden van een woestijn. Voor je een immense zandvlakte. Kaalgevreten en desolaat. Ontdaan van alles wat je kende of wat je dacht te kennen. Daar moet je de wereld opbouwen. Niets moet. Alles is mogelijk. Ik schilder sinds mijn 16e. Ik ben nu 34. 8 solo tentoonstellingen. Elke tentoonstelling een thema. Ik werkte rond de Nuremberg-processen. Ik werkte voor de Rode Armee-fractie. Ik werkte rond de bende van Nijvel. Ik introduceerde mezelf als personage in elke wereld waarover ik schilderde. Ik was getuige van autopsieën en plande bomaanslagen. Ik zag de schedel van JFK van dichtbij uiteenspatten. Ik hoorde het schreeuwen van patiënten in lang vergane instellingen. Ik wandelde doorheen een fluïde wereld. Vanuit het ene vloeide het andere. Ik legde verbanden en liet me door die verbanden op sleeptouw nemen. Mijn vader is ook schilder. Hij beschreef zijn oeuvre als het resultaat van zijn persoonlijke verhaal, van zijn eigen vreugdes en trauma's. Ik zoek het bij verhalen die ver van mij liggen en ik dring er als een voyeur in binnen. Als ik bevrijd van alle bagage volledig bij mezelf zou vertrekken, wat zou ik dan schilderen? Ik had iemand nodig die mijn bewustzijn kon breken. Niet zacht, maar hardhandig en resoluut. Iemand die de muren in mijn brein kon slopen. Een narcose waarin ik wel kon schilderen, maar niet kon denken. Waarin zowel mijn lichaam als mijn brein de controle verloren. Ongeleid, zonder regisseur. Voor een vader van twee was LSD misschien niet de beste keuze. Toevallig las ik dat gelovige mensen soms narcose weigeren. Ze worden onder verdoving gebracht door hypnose. Als hypnose toelaat om in een lichaam te snijden, dan was dit misschien een goed alternatief. Het begon bij één sessie. Patrick had ervaring met kunstenaars en snapte de drang om in mezelf te graven. Aangezien ik hypnose enkel kende uit goochelshows, had ik er zelf niet veel vertrouwen in. Maar ik had een tegenstander gevonden. Iemand die net als ik de wereld manipuleert. Het voelde als een opboksen van de wil, maar dan met iemand die zijn wil zodanig had aangescherpt dat hij de mijne deuken kon bezorgen. Ik liet me meevoeren door het timbre van zijn stem, door de herhaling, door het verlangen naar het onbekende. Ik schilderde en vocht tegen de beelden die in me opkwamen. Ik schilderde de gezichten van mijn personages weg. Eén voor één wou ik hen doen verdwijnen en bedekken onder de dikke verflagen van mijn onderbewustzijn. En ik wist dat de sessie niet gelukt was, want wat ik zag was wel anders dan mijn ander werk, maar niet voldoende. Het was gewoon een variatie zoals er al ontelbare variaties van zijn. Ik had tegen meer gevochten dan mijn ongeloof. Ik had gevochten tegen een manipulator. En die manipulator was niet Patrick. Ik had gevochten tegen de kunstenaar die ik al jaren ben. De man die zijn grenzen bewaakt en zijn wereld begrenst. En ik had verloren. Misschien was het een kwestie van loslaten. Van echt loslaten, zonder remmingen. Ik ben er niet goed in. Ik klamp me vast aan wat ik graag zie en waarin ik geloof. Ik blijf schuren aan een schilderij tot mijn hand door het doek scheurt en het voor altijd vernietigd is. Ik dacht aan een hond die ik maandenlang van dierenarts bracht, die ik kost wat kost wou redden. Patrick legde me uit hoe ik mezelf onder hypnose kon brengen. Ik koos muziek die ik eindeloos liet herhalen, dimde de lampen, luisterde naar zijn opgenomen stem en herhaalde dezelfde handelingen keer op keer. En ik schilderde.
In mijn herinneringen had ik gezichten en duidelijke taferelen gevormd. Toen opende ik mijn ogen en zag ik dat de lijn die ik netjes aan het afwerken was eigenlijk een vlekkerige streep was. Dat de penseelpunten die ik had geplaatst niet meer waren dan vegen. Niks leek op het werk dat ik dacht aan het maken te zijn. Ik herken mezelf er niet in. En dat was wat me het meest beangstigde. Mezelf verliezen. Wie ben ik dan wel? Ik ben een man van 34. Ik schilder. Ik ben een vader van 2 kinderen. Ik ben getrouwd met Laura, de vrouw die me misschien beter kent dan ik mezelf ken. Dat bewees ze opnieuw toen ze het atelier binnenkwam en ze me verloren voor het doek zag staan met een penseel in mijn hand om alles te verbergen onder een laag donkerte. Ze keek naar het doek, bestudeerde het van dichtbij en zei me dat het grappig was dat de lijnen, de vegen en de strepen zo herkenbaar bleven al sinds de eerste werken die ze van me zag. Die avond zette ik alles naast elkaar. Ik bekeek alle werken die ik ooit had gemaakt op mijn computer en ik zocht naar de vingerafdruk die zij had herkend. Ik hoorde hoe Laura de kindjes in bed stopte en ik hoorde haar voeten op de trap. Ik hoorde haar binnenkomen in mijn atelier en vragen om niet te lang wakker te blijven. Ik hoorde het kraken van het bed en hoe alle geluiden wegvielen. En ik overbleef met stilte. Met leegte. Wat ik hoorde was leegte en wat ik ontdekte was leegte. Ik realiseerde me dat 60% van mijn werk uit leegte bestaat. Uit de vlekken en de strepen en de vlakken tussen de personages. Misschien is dat wel wie ik ben. Een schilder van leegte. Misschien is dat wel wat schilderen onder hypnose met mij gedaan heeft. Me bevrijd van de verhalen die ik obsessief verzamelde en van de angsten die me belemmerden om volledig vrij te zijn. Zodat alleen de essentie overbleef. Die onmetelijke leegte.